Breektest K-hout deel 1. Nou, dat is 8 kilo. Hè? Zit een afwijking in het water. Ja. Nou, dat zit ik raken nu. Dat gaat breken. Krak. Je voelt er nog een beetje water in. Ja, maar hij is al gebroken. Is hij al gebroken? Ja, hij is al gebroken. Ja. Dit is een keperweefsel, ja. Nou, de schroef zit er diep in, minder diep in. Kijk, het hout is gebroken. Ja, is het okay? Hij heeft het houden bij elkaar. Zie je? Ja, het weefsel dat gauw vandaag. Ja. Het voegt wel toe. Ja, je hoort hem gaan. Het wordt meer in hè. Dan het diemand bij. Ja, precies. Hij is al bezweken natuurlijk. Ja. Ja, meer water op. Ja, met deze omgekader hebben we 20 liter water over. Dat hoor je. Gaat ie al. Het is vierkant geweven. Allebei 300 gram. Dat is mooi werk dit, hè? Ja. Ja, nu al, ja. Rustig, Gieke. Dat zou moeten, ja. Zou je verwachten. Ja. Toneel voor deze, hè? Ja. Het is dezelfde hoeveelheid. Het gaat in ieder geval minder door. Behoorlijk, hè? Hij buigt nog wel door. Jawel. Ja, hij zit zakken. Nee, hij is te veel. Ja? Nou is het stabiel. Ben je limmerd? Ja. Ja, dat is duidelijk stabiel. Ik kan zo breken zo goed. Kom eens langs. Kijk, nou is hij echt stuk. Ja.